Het is de 27e minuut. TEC ontvangt Excelsior Maassluis en Bennett werkt de bal langs zijn eigen doelman van Leeuwarden. De hoekschop van Wimilio Vink. Hij weer in de ploeg bij TEC. Wordt verzilverd door een tegenstander. Veel makkelijker zal TEC dit seizoen niet aan goals komen. De wedstrijd in evenwicht. TEC met 1 uit 2 slecht gestart. In dat opzicht lijkt het op de start van vorig seizoen. De ruststand is ook 1-0 en dit is de gelijkmaker via Smolly Leek. Het is de 54e minuut, een pracht van een pas. Die komt van de voet van Kruithof. Leek ontsnapt aan de defensie van TEC en passeert doelman Van der Span. Hier nog een keer die prachtige bal. De versnelling van de doelpuntenmaker voor Excelsior Maassluis en de fraaie 1-1. Dan deze situatie, balbezit voor de thuisploeg. Macchiavala draait naar binnen, zoekt wat ruimte om te gaan schieten. En deze bal verdwijnt maar net over het doel bij Van Leeuwen. Het blijft 1-1. Verre uittrap van diezelfde doelman aan de andere kant. Een botsing van de Sman, die heeft niet de bal te pakken, maar spits van de Berg. Scheidsrechter Van der Pol ziet er geen kwaad in. Rijsdijk, de coach van Excelsior Maassluis, evenals ik overigens, denkt meteen aan een strafschop. Want hij speelt van alles, behalve de bal. In ieder geval komt TEC goed weg in deze situatie. Dan de slotfase, inmiddels de extra speeltijd. Daar is de assist, daar is de treffer van invaller Korts. TEC trekt aan het langste end, of niet? Nee, Van der Pol, althans zijn grensrechter, ziet buitenspel en dat klopt. Kijk maar naar het moment van spelen. Hier staat Korts buitenspel. Hij profiteert, hij scoort. De treffer wordt terecht geannuleerd. Het eindigt in 1-1. En de boosheid aan de kant van TEC is volkomen ten onrechte. Speciaal voor jullie dit liedje.